Videomarketing speelt een steeds belangrijke rol in online marketing. Op YouTube, Facebook, Instagram en zelfs op LinkedIn en TikTok kun je er anno 2020 niet meer omheen. Maar wat is videomarketing nu eigenlijk en hoe start je daarmee in 2020? Dat ga ik je uitleggen in deze video. Hoi, mijn naam is Demi en ik help ondernemers met het groeien van een bedrijf door middel van creatieve video en social media marketing. Rond me heen zie ik steeds meer mensen die beginnen met video en zie ik het begrip videomarketing ook steeds vaker voorbij komen. Daarom geef ik in deze video 3 tips hoe jij kunt starten met videomarketing, waarvan de laatste tip een van de belangrijkste is. Allereerst het antwoord op de vraag: wat is videomarketing? Videomarketing is een vorm van marketing die zich richt op het vertellen van een verhaal over je bedrijf, product of dienst door middel van video. Bij videomarketing plaats je videocontent op je website of social media kanalen, wat voor diverse branches, diensten of producten gebruikt kan worden. Videocontent wordt meestal gebruikt om te informeren, amuseren, overtuigen of informeren en dit altijd vanuit je eigen authenticiteit of de kernwaarden van een bedrijf. Hoe je kunt starten met videomarketing kan op 2 manieren. De allereerste manier is de manier waarop je het zelf gaat doen. Zelf gaat ondervinden hoe je video's gaat maken door middel van je smartphone of een camera die je toevallig hebt liggen. Anderzijds kun je er natuurlijk ook voor kiezen om een video professional in te schakelen die jou ontzorgt op het hele gebied van video's maken, van idee tot oplevering. De mogelijkheden van videomarketing zijn eindeloos. En het kan een heel effectief middel zijn voor online zichtbaarheid, mits het goed wordt toegepast. Om te zorgen dat jij videomarketing effectief kan inzetten voor je bedrijf, heb ik daarom 3 tips voor jou om te starten met videomarketing. Ik noem deze tips even de 3 D's, want de eerste is doelstelling. Het maken van video's begint altijd met een doel. Wil je dat iemand zich abonneert op jouw nieuwsbrief? Of wil je dat iemand een product van je koopt? Of wil je eigenlijk gewoon jezelf en je diensten laten zien? Dat zijn allemaal hele andere doelen. Dus daar moet de video altijd eerst mee beginnen. De tweede tip waar je rekening mee moet houden voor een goede start met videomarketing is je doelgroep. Stel je post alleen maar video's op LinkedIn, want je hebt bepaald dat jouw doelgroep zich daar bevindt. Dan spreek je die doelgroep op een hele andere manier aan dan wanneer je tegen je vader, moeder of je beste vriend of vriendin praat. Dus hou daar rekening mee, want de tone of voice en word of mouth, hoe je dat ook wil noemen, is dus cruciaal. En de allerlaatste tip om goed te starten met videomarketing, en ik kan dit niet vaak genoeg zeggen jongens, dit is echt de allerbelangrijkste tip en dat is de tip dat je het gewoon moet doen. Ik weet nog wel dat ik een half jaar geleden dacht, ja, maar ik heb wel mijn camera en dat soort dingen. Maar ja, wat zullen mensen van die vinden van elke dag video? Ga ik dat in godsnaam doen? Je moet het gewoon doen. En gaandeweg leer je. Gaandeweg kun je altijd nog zeggen, goh, ik maak kortere video's, ik maak langere video's. Ik maak mijn video ingewikkelder, ik maak mijn video makkelijker. Het is een proces. En je moet daar zelf je eigen balans in zien te vinden. En dat kan je alleen maar leren als je het gaat doen. Dus weg met die beren op de weg. Je ziet alleen maar mogelijkheden. En ik ben ervan verzekerd dat jij dit ook kan. Dus onthoud deze allerbelangrijkste tip. Als je erover nadenkt om te starten met videomarketing, dan moet je het vandaag nog gaan doen. Veel succes en mocht je daar vragen over hebben, dan weet je me natuurlijk gewoon te vinden. Dit waren mijn tips over hoe je met videomarketing start in 2020. Ik hoop dat deze video geholpen heeft jou te motiveren om vandaag nog te starten met videomarketing. En mocht je deze video nou leuk vinden, vergeet je dan niet te abonneren om geen enkele video's meer te missen. Nu laat ik het aan jou over. Ga jij zelf aan de slag met videomarketing of ga je videomarketing laten uitbesteden aan een professional? Laat het mij weten door een reactie achter te laten onder deze video. Bedankt voor het kijken en tot volgende week!